Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Bewolking had vandaag de overhand, hoewel er toch ook wel ruimte was voor de zon. En geleidelijk werden de wolkenluchten wat dreigend van aard. Zoals goed te zien op deze foto. In de loop van de middag een paar buien. En die buien houden we vanavond ook nog wel even vast. Op de satellietfoto zien we dat ook wel gebeuren. Nederland met vrij veel bewolking. En we zien wat van die witte plukken ontstaan. Dat zijn uitgroeiende stapelwolken. Het wordt een beetje buienclusters. bevinden zich vooral boven het zuiden van het land en boven België. En zullen geleidelijk over de rest van het land gaan trekken. Dat betekent dat het vanavond toch tamelijk buiig zal zijn. En ook tamelijk bewolkt. Temperaturen liggen rond een graad of 16. En er staat niet zo heel veel wind uit de zuidelijke richting. De wind neemt verder af in de loop van de nacht, de buien verdwijnen voor een deel en het klaart verder op, het wordt wat nevelig met een temperatuur die uiteindelijk daalt naar 8 tot 10 graden als minimumwaarde. Dan gaan we naar morgen en dan schijnt de zon geregeld. Wolken verdwijnen meer en meer, hoewel er ook wel wat stapelwolken voorkomen. En die kunnen dan met name in de noordoostelijke helft van het land uitgroeien tot een paar buien. Maar veel zijn het er niet en in de loop van de dag neemt dat dan allemaal wat af. In het westen en zuiden is het waarschijnlijk droog. Het wordt 18 tot 20 graden. Een warme dag dus. En de wind waait uit het westen tot zuidwest, het is matig. Kracht 3. Dan gaan we naar de vrijdag. Dan hebben we een zwakke storing die overtrekt met tijdelijk wat meer bewolking en een paar buien. En vooruit wat zon en erachteraan ook weer. En dan is de temperatuur gewoon weer 16, 17 graden vlak bij zee en 18 tot 20 graden elders. Zaterdag is het warmer, dan wordt het lokaal zelfs 23 graden. De kans op een bui neemt in de loop van de dag langzaam toe. Maar met een beetje geluk blijft het toch een groot deel van de zaterdag gewoon droog. Zondag gaat het wel stevig regenen. En dan gaat de temperatuur ook een stukje omlaag. Nou, die temperatuurdaling zien we ook goed terug in de 15-daagse in de pluim. Ook maandag is het nog niet al te zacht. Maar daarna zien we heel voorzichtig die temperatuur gewoon weer oplopen naar 20 graden en meer. En dat betekent toch dat we aan de positieve kant blijven voor de komende periode van 15 dagen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.